Ik ga niet. Lopen. Ik wil niet naar dat fucking ziekenhuis. Je gaat lopen! Dit is niet goed. Ik moet weg. Ik moet terug naar mijn dorpje of wat ook allemaal. Ik moet gewoon weg hier. Waar de hel hangt dit nou ook in godsnaam uit? Dus, dit is niet waar. Dit is niet... Help! Iemand, alsjeblieft. Help! Hé, hey, debiel! Doe eens even normaal. Je zit hier in net de buurt. Kom eens even mee. Jij hebt net als mijn bloed aan je handen, Dylan. Hé, hey, kom mee. What the fuck ben je aan het doen? Dylan, jij hebt net als mijn bloed aan je handen. Meelopen. We hebben de meest verschrikkelijke dingen hier gedaan, Dylan. Ja, dat zal allemaal wel. What the fuck heb jij... Hey, wat Dylan, ben je allemaal aan het doen? Wat ben ik aan het doen? Het is de waarheid, Dylan. Het is de waarheid. Ja, wat de waarheid? Je loopt op een dak te schreeuwen als een of andere idioot. Dylan, jij en ik hebben een aanslag gepleegd. Waar heb je het allemaal over? We hebben een aanslag gepleegd op een ziekenhuis. En nog een of andere rijk crimineel erbij. Ik heb het allemaal gezien. Wat lul je nou? Wat heb je op? Ik had toch gezegd dat je niet meer mocht drinken? Dylan, ik heb niks op. Je kan het aan mijn adem ruiken, alles. Ik heb eten op, ja. Ik heb het zelf gezien, Dylan. Wat doe je dan zo debiel? Ik doe niet debiel, Dylan. Ik heb het zelf gezien. Ja, jij hebt bommen neergezet. Je hebt ze aangestoken. En je hebt een ziekenhuis laten ontploffen, ja? Wat zeg je nou? Een ziekenhuis laten ontploffen? Intensive care, wat ik allemaal heb je allemaal gewoon opgeblazen, ja? Wat? Er was nog een andere crimineel die jou de... Waar? In Mindtopia? Hier, in deze stad. Ik ben hier nog nooit geweest. Bij het bouwbedrijf, Dylan. Ik heb je daar zelf gezien. En ik was ook bij. Ik moest jullie of zo naartoe brengen. En jij was er met nog een of andere crimineel. Die gaf je opdracht om daar bommen neer te leggen. En jij hebt uiteindelijk En je klonk echt als een debiel. Je hebt daar die bommen neergezet. En je hebt gewoon de poeder opgeblazen, ja? Wat zeg je allemaal? Er was een of andere FBI-agent bij, wat dan ook allemaal. Zo, alles klopt op zijn plaats. Er is een FBI-gebouw. Er is een ziekenhuis. Hey, Tim eens even. Dylan, ik maak geen grapje. Nee, doe even normaal. Okay. Ja, doe rustig, ga naar beneden, drink wat water. Want ik heb hier geen zin in. Wat zeg je nou allemaal? Ziekenhuis opblazen, ben je niet goed? Ben jij niet goed, Dylan? Ik heb het jezelf zien doen, oké? Okay? Ik heb het jezelf zien doen. Wat? Je hebt het mij zien doen? Wanneer dan? Wanneer moet ik nou weer een ziekenhuis hebben opgeblazen, joh, idioot? Weet ik veel zin. Toen was het hier... Toen was er ook nog geen bouwbedrijf, weet ik het allemaal. Maar het was dat toen allemaal nog anders, weet ik veel. Maar er zat er al wel een ziekenhuis. En er zit nu een ziekenhuis. We zijn hier nog nooit geweest. En dat ziekenhuis is nu helemaal veranderd. Oh, jij wou zeggen dat ik niks heb gezien. Nou, ik weet niet wat je hebt gezien, maar... Volgens mij zit je aan iets van de drugs maar of zo. Zie je maar... Zijn het deze planten toevallig? Kijk naar mijn achterbeen, ja? Nou, achter... Zie je daar een kogelwond zitten? Die zie je zitten, hè? Die lange tijd geheeld is. Die zie je zitten of niet dan? Oh. Zie je hem? Nee, maar... Wat nou? Moet je er beter kijken, ja? Kijk goed. Ja, dat kleine puntje daar, is dat een kogelwond? Dat is van een hele lange tijd geleden, Dylan, waar geen verklaring van was wat ook allemaal. En in mijn visioen weet ik waardoor het komt. Ik ben namelijk geschoten door de fucking FBI in Benia. En dat is daarvan. Dat is het resultaat wat er uiteindelijk nog van over is na al die jaren. Ja, maar... Wat? Je zegt dat ik een ziekenhuis heb opgeblazen. Ben je niet om 100? Ben ik niet helemaal 100, Dylan? Het is een visioen. Ik ben daar geweest, ja? Jij werd daar aangestuurd door een of andere rare crimineel. Ik weet ook niet wat er met je was, maar jij was in ieder geval niet op deze toon aan het praten. Je was een beetje met... Weet ik het allemaal, ja? En vervolgens heb je daar volgens mij 3 of 4 bommen neergezet. En je hebt daar gewoon de gevel eruit geblazen, ja? Jij bent echt niet goed, hoor. Nou, ik loop niet. Ik was alleen maar op zoek naar het fucking bouwbedrijf, ja. Het bouwbedrijf daar, er stonden allemaal camera's en er was voor de rest helemaal niemand aanwezig. En vervolgens, ik ben daar bij het ziekenhuis en ik krijg een soort van rare shock. Wat heb jij de afgelopen 24 uur gegeten en gedrinken en waar? Nou, ik heb deze beker van Colin gekregen. That's it. Beker van Colin gekregen? En voor de rest ben ik gewoon teruggelopen hier en ik zag allemaal bij dat huis van die sier, zag ik allemaal rare mensen op het dak lopen en... Wacht even, waarom gaf... Colin jouw eten? Dat ik vroeg of die misschien wat eten voor me had. Ik had honger. Ja, waren die loods aan het beslissen? Hier, kijk, dit. Nee, ik wil het niet aanraken. Als jij zo raar gaat doen van een beetje eten... Hoezo komt het... Oh, ja, nou, nou heeft Colin niks geks met dat eten gedaan. Nou, hier, ruik er maar aan. Volgens mij ruikt het gewoon goed, hoor. Dan ruik jij wat anders. Ik ruik gewoon... Oh, dit ruikt, nou ja, ik weet niet. Jij hebt echt rare dingen, ik weet het niet, hoor. Ik heb het zelf gezien.
Ja, wat heb je gezien? Een visioen! Bij het bouwbedrijf was ik, ja, toen ik daar naar buiten ging en ik keek naar dat ziekenhuis, ik kreeg van die misschien flitsen. Werd je wel niet lekker of zo, misschien, ja, en had je een hele rare droom of weet ik wat, maar... Ik droom dat jij een ziekenhuis opblaast. Ja, nou... Dat ziekenhuis, ja... Ik heb ondertussen wel gekkere dingen meegemaakt. Dat ziekenhuis wat er nu staat, Dylan, is niet het ziekenhuis wat jij hebt opgeblazen. Dit is helemaal een verbouwd ziekenhuis, helemaal vernieuwd en weet ik het allemaal, ja? Ja, maar als dat zo zou gebeurd zijn, dan zou ik me dat toch zelf ook wel herinneren? Nou, misschien als jij naar die plek toe gaat dat jij het herinnert. Wil ik er nu naartoe? Maar ik wil je alleen de plek naartoe wijzen, maar ik ga niet helemaal mee die kant op, dat doe ik niet. Nou ja, dat lijkt me wel. Ja, nee, ik weet niet wat jij allemaal hebt gedaan de afgelopen 24 uur. Ik heb niks gedaan, oké? Okay? Ik ben alleen daar geweest, that's it. En kijk, heb je gezien dat hier gewoon nu twee helikopters op het dak zijn en lopen hier ook allemaal mensen rond? Ja, dat is flink beveiligd. Ik weet niet wat er aan de hand is hier, maar... En ik dacht dat jij een parkeerplaats voor ons zou regelen. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar ik heb een parkeerplaats voor ons aangevraagd. Ik weet niet wat dit is, maar... Ja, nou ja, we kunnen in ieder geval onze auto en onze motor... Al die camera's daar, nou, lekker hoor. Mijn motor is in ieder geval pleiten, dat kan ik je wel vertellen. Ja, dat is wel het minste nu waar ik me druk op maak met jou. Nou ja... Als de politie jou vindt, hè? Wat met een politie? Maat, ik weet er niet eens wat vanaf. Jij komt dan nooit meer vrij, Dylan. Jij komt nooit meer vrij. Ja, wat loe je nou allemaal? En doe eens een beetje rustig hier op straat. Ik heb niks. Ik heb tenminste niks misdaan. Ik heb geen rare dingen gedaan, hoor. Nou, volgens jouw verhaal heb jij ons er naartoe geleid, dus ben je net zo schuldig. Er werd mij gevraagd waar het ziekenhuis was of wat ook allemaal. Ik kan toch best iemand naar een ziekenhuis toe brengen? Dat is helemaal geen enkel probleem. Of wel dan? Nou, ik vind jouw verhalen een beetje raar. Ik weet toch echt wel wat ik zelf meemaak hier, hoor. Ik weet niet wat jij allemaal denkt, maar... Nou. Ik breng je er alleen. Ik ga niet te ver die kant op, want dat wil ik niet. Ik wil niet nog een keer dat meemaken, dat is verschrikkelijk. Nee, je loopt gewoon mee. Nee. Jawel, dat doe je wel. Nee. Nee. Hé! Hey. Nee! Lopen. Oh, je gaat hier nu. Jij gaat door. Hier. Ja, lopen. Ik ga. Daar is het ziekenhuis, veel plezier. Je ziet er staan. Ik ga niet. Lopen. Ik wil niet naar dat fucking ziekenhuis. Lopen! Ik wil hier niet. Ik hoop niet dat iemand nu ontziet, maar ik vind jou zo rijden. Je gaat er nu naartoe niet, ook. Ik wil niet. Ik loop die kant ik op. Ik wil niet verder. Ik wil niet verder, Dylan. Alsjeblieft. Nou, waar kreeg je zo'n raar visioen? Je moet die kant op. Nee, lopen. Nou wil ik het zien ook. Als jij, die visioen. Als je daar gaat staan. Daar, nee, daar, ja, loop maar. Dylan, luister, je ziet daar die ramen daar. Daar heb jij bommen geplaatst. Daar heb jij bommen. Dat heb je opgeblazen. Dylan, kijk die kant op. Kijk die kant op, ja. Kijk. Hup, loop die kant op. Hup. Ik ga niet. Jawel, je gaat wel. Luister, jij loopt nu die kant op. Je gaat maar eens even lekker bij die muren kijken. Kijk maar wat het met jou gaat doen, ja? Ja, goed nou, kijken. Je kijkt toe. Goed. Ga hier maar staan. Ik sta hier perfect. Ga nou, kijken. Hier zo bij deze ramen? Ja, bij die ramen, ja. Nou, het ziet er allemaal gewoon netjes uit. Hier binnen. Ja, dat ziet er zeker netjes uit, ja. Omdat jij dat de boel kapot hebt gemaakt. Kapot gemaakt? Wat doe je nou? Er is hier niks aan de hand. Mm-hmm. Zou ik ook zeggen. Loop die kant eens op dan. Dylan, ik ga naar huis toe. Ik ga die kant niet oplopen. Ik ga naar huis toe. Nee. Weet je wat ik namelijk ga doen, Dylan, denk ik? Ik ga denk ik binnenkort langs bij de FBI. Nou, doe je ding. En ik ga vragen of hier in het verleden een aanslag is geweest. En als ik daar een bevestiging op krijg, Dylan, ja? Ja, nou... Dan spreek ik jou alweer, want dan in één keer lach je niet meer zo. En denk je niet meer van, ach, wat zegt hij nou allemaal? Ja, nou, ik denk dat jij echt heel raar spul hebt gebruikt, maar... Ik heb raar spul gebruikt. Het enige wat ik heb gegeten is de afgelopen dagen een beetje beker en gewoon water gedronken, ja? Ja, misschien is dat wel te weinig. Waarom zou dat dan weer te weinig zijn? Ik voel me goed, ja? Ik voel me sterk, ik voel me gewoon goed, ja? Nou, dat blijkt. Als je als een idioot in een villa-wijk op het dak gaat lopen schreeuwen, help! Nou, dat gaat alles heel goed. Verklaar me maar voor gek, joh. Als jij weet wat ik daar heb gezien, Dylan. Als jij weet wat ik daar heb gezien. Het is dat ik dat... Ja. Doe maar het lekker zo luchtig. Jij wil gewoon je verleden niet onder ogen komen. Want jij weet voor mij donders goed wat jij er hebt gedaan. Ik weet totaal niet waar je het over hebt. Als ik achter ga...
Ik ga naar die FBI toe en ik ga vragen stellen daaraan. En ik ga vragen stellen, is hier in het verleden met een aanslag geweest? En desnoods gaan ze mij daarvoor aanpakken of opsluiten van, meneer, we zijn er voor rare vragen. Dan zit ik maar een dag of drie vast. Het zal me geen moer kunnen interesseren, ja? Maar ik ga ervoor zorgen. Nogmaals, wat zou mijn intentie zijn om een fucking ziekenhuis op te blazen? Daar word ik toch niet rijker van, of wel? Jij was daar met een of andere vent. Die had jou duidelijk in het bedwang. Ik weet niet wat ze hebben gegeven, wat voor drugs, of weet ik dan wat, Dylan. Ja, maar nee, nee, nou ben ik degene die drugs op zee heeft, zeker. Ja, nou. Er was daar één leider. Ja, er was daar één leider. En er was een persoon die volgde. En dat was jij in dit geval, ja. Nou. Wat? Ja, nou, weet je. Ik, laat maar ook. Gaan we in de tuin zitten, wat ik af. Nee, jij kan beter daar gewoon naar je slaapkamer gaan. Maar waarom moet ik mag toch gewoon in de tuin liggen bij het zwembad? Nou, het lijkt me verstandiger als jij met deze achterlijke waanideeën... Ga anders gewoon even een uurtje liggen. Echt, krijg wat, joh. Echt, krijg wat. Ga een uurtje liggen. Alsof ik hier een verhaal uit mijn fucking duim loop. Echt, what the fuck? Deze server wordt mede mogelijk gemaakt door Cake Hosting. Wil je ook een goede en vooral goedkope Minecraft server? Kijk op www.cakehosting.net of check de link in de beschrijving. Gebruik de code DuffyGames voor 15% korting.